Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. Oh, wacht even. Zo. Ik ga daar even heel snel doorheen. Ik heb een grote shoplocht van het werk. Dus ik ga daar heel snel doorheen en dan ben ik daar klaar mee en dan ga ik de volgende opnemen. Ik ben al losgegaan op de boeken. En ik heb een T-shirt training, een blouseje. Die was €4,99. Die heb ik al een keer aangehad. Dus dat kunnen jullie zien op mijn Instagram. Deze heb ik nog niet aangehad. Het is een hele lange jurk. En die was €3,99. Jurk was €3,99. Nog een hele. Ik kan het echt zien. Het is echt een broche. Zo. Die vond ik wel heel erg mooi. Die heb ik gekocht. Ik heb nog. Oorbellen gekocht. Die Bosch was iets duurder, want die was natuurlijk groter. Die was €9,99. Oorbellen waren €0,99 of zoiets. Ja. Prijsje, ik had hem al weggehaald. Die is van Zini. Ik weet niet wat ik. Maar zo'n armbandje. Dat is ook €0,99. En ik heb een hele mooie ketting gekocht op die zwarte jurk. Nick Haten. Ik vond hem zo mooi. Deze. Vond ik heel erg mooi. Ik heb een boek van Agatha Christie gekocht. Ik heb nog een boek van Agatha Christie gekocht. De werkende Hercules. En Agatha Christie Miss Marple. Ik ben gek van Agatha Christie. Dus die. En de vorige keer had ik ook alweer Agatha Christie. €2,70. En Agatha Christie ook €2,70. Een mooi boek van Anton Pieck. Ik ben ook gek van Anton Pieck. Kijk. Dus dat vind ik wel heel wat. En hier van Mart Visser. Dat ik op de kledingafdeling werk. Ik heb natuurlijk wel wat korting gehad, maar dat komt omdat het natuurlijk ook werkt. Maar ik geef jullie de originele prijzen, want het is voor jullie veel beter als dat ik dan de kortingprijzen geef. En dat is ook niet leuk voor jullie.
is die. Nou, en nog een tipje gehad. Het zijn allemaal corsages. Edith heeft me helemaal gek gemaakt. Die kan je zo opspelden op een blouse. Dat vind ik helemaal het einde. Sorry, ik was een beetje afgeleid, want dit neem ik op terwijl de Pride bezig is, dus die had ik nog een boek van Agatha Christie, ook €2,70. Ja, ik heb nog een paar boeken hoor. Ik kon die wel graag lezen. Ook Agatha Christie, €2,70. Nog eentje. Van Anna Nusha. Ja, is 1,50 of zo. En deze. Figuring, Dreaming for Fashion. Leuk om ideeën op te doen. Voor in de winkel. Dus dat was het joblog van het goed. Doe een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je op de hoogte.